ruim 30 jaar bestaat het programma Uw Mening. Nou gaan wij met dit mooie weer eens kijken. Wat is uw mening? Over Dordrecht? Bijvoorbeeld. Heel mooi om te winkelen hier. Vlak bij de snelweg. Wat mijn mening is? Nou, dat het een prachtige zomer is. En ja, het kan niet beter toch? Daar hoef je niet voor naar Spanje of naar Turkije of Portugal of noem maar op. Nee? En wat heeft u nou gedaan in deze prachtige zomer? Gewoon lekker ook gewerkt, maar ook lekker een beetje van de zon genoten. En lekker van alles gedaan. Fietsen. Helemaal niet weg geweest verder, dus gewoon lekker hier in Dordt. En dan is Dordt op zijn mooist? En Dordt is een hele mooie stad. Over wat? Wat u wil. Dat ik heel dicht bij Albert Heijn woon. En dat is een hele goede mening dat mijn man nog gezorgd heeft dat ik hier dichtbij woon. Wat is uw mening? Over? Wat u wil. Wat ik wil. Dat er te veel gezeurd wordt over Griekenland. Want wat vindt u dan het zeuren erover? Nou, het gaat over geld. Wat alleen maar heen en weer gestroomd wordt. Het is de bedoeling van ze moeten een schuld aflossen. Dus daar wordt er weer geld gestort vanuit Europa om daar weer voor die schuldaflossing. En het lost niks op. En wat zou uw oplossing dan zijn? Kwijtschelden. Ik vind eigenlijk dat een big riff is. Dat de gemeente zich moet schamen als dat ooit zou wegbezuinigd worden. En dat moet ten alle tijde blijven. Ja, want wat is de charme van big riff? Samenhorigheid met mensen. Ik trek genoeg andere mensen vanuit buiten Dordt naar Dordrecht toe. Alleen maar goed voor de stad, goed voor de horeca. En wat zou er dan wel, want er moet natuurlijk wel ergens geld bezuinigd worden. Waar zou dan wel bezuinigd mogen worden? Nou, dat op die kleine clubjes hoor. Want als ik bij een sportvereniging lid ben, moet ik ook contributie betalen. Dus als ik van een accordeonvereniging lid ben, dan moet ik me ook maar gewoon contributie betalen, vind ik. Mijn mening... Waarover? Ja, wat u wil. Over het weer. Bijvoorbeeld? Ik vind het warm. Te warm? Ja. Maar ja, als de zon niet schijnt, vindt u het dan beter? Ja, het mag voor mij wel schijnen. Geen idee, ja. U hebt nergens dat u denkt van, nou, daar wil ik wel eens even iets over kwijt. Nee, het is... iedereen moet doen wat hij zelf goed vindt, denk ik. Ik heb 40 jaar in Zeeland gewoond. En toen zijn we hier naartoe gekomen en ik was hier op de kweekschool. En toen heb ik gezegd, hier wil ik wonen in een appartementencomplex. En dat is veel kleiner nu, want ik had een 3-verdiepingen huis. En nu stop ik. Oké, dank u wel. Ja hoor. Winkelster.